Ik kan een mini beetje Spaans, maar Portugees dat moet ik nog leren. Nee, ik kan totaal geen Portugees. Portugees? Ik kon iets zeggen in Portugees, maar ik weet het niet meer. Nee, ik kan nog geen Portugees. Faixa de pedestre, dat is een voetpad. Dat is zo'n zebrapad. Ik ken alleen saúde in Portugees. Wat dat gezondheid betekent, omdat op het WK moest ik kniezen. En een Braziliaan kwam juist uit de lift en dan heeft hij ons al aangeleerd. Dus alleen dat ken ik. Het meest bijgelovig. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het meest bijgelovig bij ons in het team wel Julie Croquette is. Axel, denk ik. Ik denk dat Julie Croquette het meest bijgelovig is. Ze heeft zo heel veel geluksbrengers altijd bij zich. In het Olympisch dorp zou ik zeker en vast Amerikaanse turnsters willen tegenkomen. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht, dat ik graag dat tegenkomen. Maar... De Berlies? Usain Bolt, denk ik. Usain Bolt? Usain Bolt. Zijn er veel zeker die dat zijn? Wat zou ik zeggen? Mag ik een foto? Dan in het Engels waarschijnlijk. De grappenmaker is denk ik vooral Gael en Rune. Voor mij is dat Rune. Ik denk dat de grootste grappenmaker Julie Meijers is. Ja, altijd zo in voor te lachen. Die vinden overal wel iets grappigs in. Iedereen een klein beetje. Een klusje dat ik echt niet leuk vind, dat denk ik eigenlijk niet echt, want ik doe niet veel klusjes. Vreselijk om te doen vind ik natuurlijk huiswerk. Ik haat opruimen. Ik weet niet. Als ik een superkracht zou kiezen, dan zou het teleporteren zijn. Ja, makkelijker van het een naar het ander. Vleugeltjes kiezen. Vliegen, ik zou willen vliegen als ik een superkracht kan hebben. Het laatst zenuwachtig of de laatste wedstrijd, hè. Vooral. En nee. Gisteren bij mijn examen. Toen was ik zenuwachtig. Het ergste ochtendhumeur denk ik wel Julie Meijers en Senna. Ik denk dat dat Gael is. Gael. Het grootste ochtendhumeur, Senna en Julie. Van Julie Meijers en ik. Ik denk Senna. Daar moet je echt niks tegen zeggen, 's ochtends. Ikzelf? Ja, ik denk dat ik dat ben. 'S Ochtends moet je ons eigenlijk een beetje gerust laten. Dan heeft dat even tijd nodig om op gang te komen. Als je die 's ochtends zoiets vraagt, zo kunnen die echt zo soms zo... Oei, wat? Heb je iets gevraagd of zo?